Hey allemaal en welkom bij een nieuw filmpje. Vandaag gaan we het hebben over Old But Gold. En daarmee wil ik jullie producten laten zien die al een eeuwigheid in mijn stash zitten. Laten we zeggen 5 jaar en meer, tot zelfs meer dan 10 jaar. Die ik toentertijd met veel liefde heb gebruikt en nu eigenlijk nog. Waar ik veel belang aan hecht en waarvan ik ze nooit ga wegdoen. Omdat ik er leuke herinneringen aan heb of en ook omdat ik ze gewoon zo leuk vind. En het zijn er redelijk wat. Maar we gaan als eerste beginnen met de lipsticks. En ik heb als eerste eentje van Je M'ai. Komt in deze super 80s lipstift. 80s, 90s. Maar dat is een lipstift die mijn oma gebruikte. En uiteraard, dit gebruik ik zelf niet meer. Het kleur is Mauve Espiègle. En dat is zo'n metallic roze kleur. En die ziet er zo uit. Hij ruikt zeker niet slecht. Hij ruikt gewoon naar parfum. Maar ik ga dat natuurlijk niet meer op mijn lippen doen. Want ik wil niet dat dit ooit opgaat. Dus hou ik het zo. En hoop ik dat ik dat later ook nog kan tonen aan mijn dochter. Want dat zal toch wel een redelijk historisch stuk zijn als je het mij vraagt. Dan heb ik nog een lipstick en dat is er eentje van Rimmel van de Kate Moss collectie. Ondertussen bestaat dit kleur niet meer of deze lipstick niet meer. En dat is de Lasting Finish by Kate in de kleur nummer 105. En dat is deze. En deze gebruik ik soms wel nog. Maar je ziet, hij begint ook op te gaan en ik ben er als de dood voor dat dit product zal op zijn. Dan is dat deze kleur. Dan een laatste lipstick is er eentje van Yves Rocher. En dat is de Grand Rouge in de kleur Roze Equivoque. Komt in deze verpakking. Misschien zit dat nog in het gamma. Dat kan. Maar dit is de lipstick. En dat is zo'n beetje een, ja, niet een kleur die ik nu nog zo draag. En glanzend. Misschien een beetje oud. Dat kan. Maar die draag ik niet meer. Dan ga ik op naar parfum. En ik heb er 3. En dat is als eerste deze, oeps, die jullie al heel veel hebben zien voorbij komen. En dat is van Kenzo. En deze heet Kenzo Jungle. Dat is echt mijn favoriete geur ever. Het is een hele speciale geur, een zware geur. Hij wordt niet veel verkocht, maar hij is echt, oh, super lekker, echt. Ik ga die altijd blijven gebruiken. Dan heb ik iets van Milène. Bestaat ook al niet meer. En dat is de Lait de Parfum. Komt in deze verpakking. En dat doet me denken aan mijn eerste Milène party waar ik naartoe ging. En deze heeft eigenlijk de geur van L'Odyssée. Dus van Izimiaki. En deze ruikt daar naartoe. Maar toentertijd had ik geen geld om Izimiaki te kopen. Dus kocht ik een iets goedkopere variant. En dat was dit. En hij ruikt zo lekker. Blijft ook super lang. En doet me ook denken aan bepaalde periodes in mijn leven. Dus ja. En dan heb ik deze Charlie Red. Iedereen gaat dat wel kennen. Ik ken het van in mijn puberjaren. En we zijn nu 20 jaar verder. En nog ruik ik dit graag. Gebruik ik dit graag. Het is een redelijk zware geur. Maar ik vind hem super super lekker. En aan al die producten die ik jullie hier laat zien, hangen er op een of andere manier wel herinneringen aan vast. Want dat heb je met geuren en kleuren en producten. Ik toch. Dus ja. Dan heb ik 2 potloden. En eentje is van het merk Agnès B. En dat is de Liner Metallic. Toen dat ik in mijn laatste middelbaar zat, was Agnès B Hot and Happening. Dat was een online postorderbedrijf waar dat je kleren kon kopen, maar ook make-up. En toen bestelde ik altijd dit potlood in de kleur bruin cuivré. Agnès B kunnen wij hier niet meer bestellen. In Frankrijk wel, geloof ik nog. Maar die versturen niet meer naar België. En dat is de kleur. Ik had daar misschien 5 backups van. En dat is mijn laatste. Dus daar ben ik nogal weiger op. En ja, die bleven na al die jaren nog altijd goed werken. En dan heb ik een potlood van Wet n Wild, het Color Icon potlood in de kleur 666 Brandy Wine. En deze heb ik ook al tal van keren opnieuw aangeschaft, want hij is zo mooi, past ook bij heel veel. En het is ook een heel goedkoop
potlood en dat is deze kleur, zo'n beetje die 80s, 90s. Dan heb ik, ja, 3 blushes en als allereerste is deze CoverGirl Cheekers Blush in de kleur Golden Pink. Vroeger kon je bij ons CoverGirl kopen in de Delhaize, ondertussen niet meer en CoverGirl is uit België verdwenen. Ik weet ook niet waar dat ik het nog zou kunnen aanschaffen. In Amerika is dat nog altijd een van de grootste, een van de meest verkochte merken en ook Emily Noel gebruikt daar regelmatig dingen van. Maar boy, ja, kijk, wij kunnen het niet meer krijgen en de blush in Golden Pink is deze. Je ziet, ik heb er al een serieuze dip in. Ik gebruik hem heel graag en dat is dus ook een kleur die ik heel gauw naartoe ga grijpen in de herfst. Dat is deze kleur. Dan heb ik nog een blush en ik liet die zien in een of ander favorietenfilmpje van nog niet zo lang geleden. En dat is de Chanel Le Tissage de Chanel Blush Duo Effect in Tweed Rose. Ook deze is al super oud. En ik kocht die nog toen ik bij mijn ouders thuis woonde. En dat is al... Ik ben 13 jaar geleden uit huis vertrokken. Dus hij is al meer dan 13 jaar oud. Deze dus. Dan heb ik nog een blush, de L'Oréal Paris Blush Caresse Powder Blush in de kleur Ambre. En dat is in deze verpakking al lekker oud, lekker nostalgisch. En de kleur is dit. Lijkt eigenlijk wel goed op die, wat is die hier, CoverGirl blush die ik jullie daarnet liet zien. Maar toch is die nog een beetje anders. Het is deze. Het is een hele mooie kleur en... L'Oréal heeft ondertussen al verschillende keren hun blushes veranderd, maar die kleur komt er niet meer in. Ze hebben meer glans en zo, maar deze is echt super, super mooi. Dus deze. Dan een limited edition van Kiko Milano. Een van de eerste blushes die ik kocht toen ik Kiko leerde kennen. En dat is de Moondust Face Powder in Fairy Mauve. En dat is dit. Vroeger, of in mijn vroegere filmpjes en begin, dan zag je dat ik deze heel veel gebruik. Hij heeft een dip, maar ik weet niet of dat jullie dat goed kunnen zien. Maar hij heeft dus een dip en hij is niet meer mooi bol rond, omdat ik hem al zoveel heb gebruikt. En het is zo'n mooie kleur. Dat is echt zo'n product die altijd in mijn stash gaat blijven zitten. Dan heb ik nog een blush. En dat is er eentje van de MAC Wonder Woman collectie. En deze heet Mighty Aphrodite. En dat is dus een powder blush. Die is ook al een aantal jaren oud. Ik weet niet meer hoe oud. Maar het was een van mijn allereerste MAC limited edition producten die ik kocht. En dat komt dus in deze verpakking. En de blush ziet er zo uit. Je hebt dus een hele lichte persiekleur en dan een beetje een fellere kleur. Toen was ik daar holder de bolder zot van, maar eigenlijk valt die pigmentatie me wel een beetje tegen. Want kijk, dat is wat dat die aanbrengt op je wangen. Dus dat is eigenlijk echt een beetje teleurstellend volgens mij. Vandaar dat ik hem eigenlijk ook echt niet veel heb gebruikt. Maar ik vind de verpakking zo leuk. En ja, het is een van mijn allereerste MAC Limited Edition dingen die ik kocht. Dus dit hou ik. Mijn allereerste high-end oogschaduwpalet heb ik hier nog altijd bij mij. En dat is er eentje van Lancôme. Het Color Focus palet in de kleur Calypso. Komt in deze verpakking en dit zijn de kleuren die erin zitten. Niet meer de kleuren waar ik nu naartoe ga grijpen. En dat is ook een paletje die ik nooit ga wegdoen. Maar gewoon de herinneringen eraan zijn zo leuk. Ik heb nog enkele oogschaduw dingen. En dat is deze MAC Cocoa Beach Pigment die ik toen geprest heb. En dat was een van mijn allereerste MAC pigments die ik probeerde. En dat is dit. Een hele, hele mooie kleur. En die ga ik eigenlijk wel meer moeten beginnen gebruiken, denk ik. Of terug een keer beginnen gebruiken. Is dat een speciaal kleur? Bij God, nee. Maar hij glanst mooi. Hij is mooi. Hij is nog heel goed. Dus waarom niet gebruiken dan eigenlijk? Och, en dan. Ik ben zot van de Lancôme Erika F oogschaduw, maar dat kostte te veel geld. En ik vond daar een dupe voor en dat is van de L'Oréal Chrome Shine oogschaduwen. Dat zijn deze. Ziet er zo uit.
En die kleur is echt wauw, wauw, wauw. Dat glanst niet normaal. Dat is super mooi. Ja. Ook iets wat ik heel veel heb gebruikt is de L'Oréal Paris Color Infallible Dingen. Komt in dit. En iedereen gaat dat wel nog kennen. Ik heb ze er allemaal van. Die zitten daar in mijn kast. En dit is de kleur Endless Chocolate. Ook deze zijn super, super mooi. Dat is nu deze kleur. Ik ga dat nooit wegdoen. Ik vind dat veel te mooi. En dit. Pure nostalgie. Dan een paletje oogschaduw die ik ooit kocht. Toen ik op reis was in Zuid-Afrika. Oh, het is al zo oud dat het deksel ervan valt. Dat is dit. Dat is zo'n beetje de voorloper van de Make-up Revolution producten. Oogschaduwen dingen. Want dat heeft dezelfde kwaliteit. En dat is dit. Vind ik nog altijd heel leuk. Maar ik gebruik dat eigenlijk niet meer. Maar kan het gewoon niet wegdoen. Dan twee van mijn allereerste MAC. Paletjes, ook limited editions. En dit is de Lace 6 Warm Eyes. Komt in deze verpakking. En de kleuren die erin zitten zijn dit. Ik werkte toen nog in een vorige school. En dat is ondertussen ook alweer meer dan 10 jaar geleden. Dus deze is al zo oud. Maar nog altijd goed. Er is daar nog niks aan. Dus ja, deze is old but gold. Dan heb ik er nog eentje eigenlijk. Ik was vroeger lid op Makeup Alley. En daar kon je make-up ruilen. Uit Amerika en dan zo. En ik had dit geruild. Het Royal Assets 6 Warm Eyes Palette. Komt in deze prachtige verpakking. Ziet hij er zo uit. Ook deze gebruik ik regelmatig nog een keer. En ik vind hem wel fijn. Dan iets dat iedereen ongetwijfeld zal kennen. Dat is het Wet n Wild Comfort Zone Palette. Dat is de allereerste, mijn allereerste palet van de Wet n Wild paletjes. Dat is deze. Ook deze is een groot geliefd product in mijn stash. Het is een beetje in de vergeethoek geraakt. Maar nu dat ik het zie, ga ik het misschien weer een keer bovenhalen. Wat dat je wel hebt bij dit, is dat er geen enkel mat kleur in zit. Dus je had al een mat kleur er moeten bijnemen voor echt een hele mooie look te kunnen krijgen. Maar de kleuren hier, dat zijn wel kleuren waar ik fan van ben. En dan heb ik nog twee paletten die ook echt al oud zijn, maar die ik nooit van mijn leven ga wegdoen. En dat is het Urban Decay Book of Shadows. Dat is mijn allereerste grote US aankoop geweest. En die ziet er zo uit met bloemetjes en ja, paars en bloemen en ding. En de binnenkant is dit. Dit zijn de kleuren. Die is echt al heel heel oud, maar die ga ik nooit van mijn leven wegdoen. Zoals ik daarnet al bij de andere dingen zei. En dan ook deze Urban Decay New York City Palette Book of Shadows. En deze, oh, ik had die gekocht, maar geen rekening mee gehouden dat er nog douanekosten konden bijkomen. Dus ik betaalde toen in der tijd, al meer dan 10 jaar geleden, €54 voor dat palet. Maar ik moest €45 portkosten betalen. Nee, douanekosten betalen aan de deur. En ik dacht van, ah ja, weet je wat, ik ga dat gewoon zeggen, maar ik heb dat niet nodig, neem het maar terug mee. Maar dat ging dus niet, dus ik moest het betalen. En ja, dat maakt het dat het bijna het duurste palet uit mijn verzameling is. En deze ziet er van binnen zo uit. Hij heeft zelfs lichtjes, zoals je kan zien hier van achter, de skyline van New York. En dit zijn de kleuren. Dus die zijn nog redelijk nieuw zelfs, want ik gebruik het eigenlijk bijna nooit. Dus ik moet echt wel een beetje beginnen rouleren in mijn make-up. En dan als allerlaatste een bronzer van Wet n Wild. De Mega Mix Bronzing Powder in de kleur Suntouched. Je kan het al bijna niet meer zien aan de verpakking. En dat is echt ook al een heel oud ding. Dus kijk hoe mooi dat dat is. Ik ga dat ook nooit wegdoen. En ja, dit waren al mijn old but gold producten. Hopelijk vonden jullie dit fijn om te zien. Dan zou ik graag hebben dat jullie liken, abonneren, meldingen inschakelen, een reactie achterlaten. En dan zien we elkaar volgende week terug. Merci, dada!